Nou, ik ga weer even door. We zijn de vorige uitzending gebleven bij scan 73 en dat is pagina 37. Maar voor degenen die nieuw zijn, pak ik hem even terug met waar we het over hebben. Het gaat hierover. Dus het requisitoor, dat is een stuk tekst op basis van Jasper, waarvan op basis Jasper Steringa veroordeeld is tot 18 jaar gevangenisstraf. En zijn bezittingen is hij kwijt. Zijn familie, nou, dat is helemaal aan de gort. En nu was het wel mogelijk dat er een onderzoek kwam, want het ging allemaal om de moord op Marianne Vaatstra uit 1999. En na 14 jaar hebben ze na allerlei omzwervingen eindelijk iemand gevonden die ze aan de paal konden nagelen. En hoe dat dan gebeurt, dus als je wil weten, stel ik word zo dadelijk gepakt, hoe gaan ze dat doen? Nou, dan moet je vooral goed naar mij blijven luisteren. Want dan kan je weten hoe ze het gaan doen als ze jou zo dadelijk gaan pakken. Of je dochter, of je kind, of je zus, of je buurvrouw. Kijk, als wij niet leren, dan kunnen we net zo goed naar huis. Behalve dat we dan geen huis meer hebben. Wij hebben geen keuze. Begrijpen jullie mij goed? Ik lees gewoon lekker door. Ja. Het mes is op de aanwezigheid van mogelijke biologische sporen door het NFI onderzocht, maar hierop zijn enkel sporen van de verdachte zelf gevonden. Dit is niet verwonderlijk na het constant dragen gedurende meer dan 13 jaar na de moord. Nou, hier moeten we Henk Maus gewoon een pluim geven. He, dat hij wist wel dat het geen enkele zin had om dat mes te laten controleren op mogelijke biologische sporen door het Nederlands Forensisch Instituut. 13 jaar na dato. Koop maar een onsje ham in de supermarkt. Laat het maar eens 13 jaar liggen. Of een krop sla. Koop een krop sla. Doe je 13 jaar lang. Leg je hem gewoon in een schuurtje. Of achter in de auto of zo. In de kofferbak. En dan ga je de hele tijd van links naar rechts rijden. Wat denk je dat er over is van die krop sla? En een mes, dat wordt er regelmatig schoongemaakt, of niet? En geslepen. Henk Maus wist dat het feit dat er alleen maar sporen van verdachten zelf gevonden zijn, dat was niet verwonderlijk. Maar voor alle zekerheid vond Henk Maus het wel goed dat het NFI het toch eventjes ging controleren, zeg. Nou, want wie weet, hè? Soms heb je gewoon 13 jaar na dato zit daar nog DNA van slachtoffer op. Het zijn mes gewoon niet goed schoongemaakt. En in die 13 jaar daarna ook nooit. Nou, dan krijg je Henk Maus, die heeft het heel moeilijk. Want nu is hij dus helemaal verbaasd. Want voor het eerst heeft hij dus van dat hij iets verwonderlijk vindt. Hij vindt het iets wel verwonderlijk dat verdachte het mes niet weggedaan heeft. Boi, 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 boi. Ik lees het maar even voor. Wel verwonderlijk vind ik het feit dat het mes niet weggedaan is, punt komma, dat voor een eventueel verlies geen aannemelijke verklaring te geven zou zijn, komma, is onzin. Wel verwonderlijk vind ik het feit dat het mes niet weggedaan is.
Oké, okay, laten we dat maar aannemen. Er kan gewoon een punt staan hier. En dan krijg je een nieuwe zin. Dat voor een eventueel verlies geen aannemelijke verklaring te geven zou zijn, is onzin. Henk Maus vindt het verwonderlijk dat het mes niet weg is gedaan. En hij vindt ook dat voor een eventueel verlies een aannemelijke verklaring te geven zou zijn. En dat lijkt me nogal wiedes. Je kan altijd zeggen tegen je oma, die zegt, hey, heb jij een nieuw mes? Je zegt, ja, die oude, die was bij de boomwal. Ik kwijtgeraakt. En ik probeerde hem nog te pakken, maar hij lag me helemaal onderin. Ik dacht, nou ja, dan kan ik nog helemaal bij die boomwal helemaal doorheen. Ik denk, kom, ik koop een nieuw mes. Die andere was toch oud. Als boer ben je veel in het land, bij water en andere plaatsen waar een mes makkelijk uit je handen kan vallen. Ja, snappen we dit? Dus wat Henk Maus hier zegt, je hebt dus plaatsen waar een mes makkelijk uit je handen kan vallen. En die kan je dan zeggen, dat is bij water en andere plaatsen. Oh, mensen toch. Waarom is degene die dit requisitoor voorgelezen heeft, als dat echt zo was natuurlijk, want het kan ook zijn dat het dus een hoax is, waarom is die vent niet gelinched? Waar is de volkswoede? Als je zo gepiepeld wordt. Een vorm van reliquie, of wellicht, dat woord hoort natuurlijk niet, hè? Dat hoeft helemaal niet te staan. Een vorm van reliquie of boetedoening, zoals de verdachte zegt. Ja, wat zei de verdachte dan? Oh, het was in de vorm van reliquie of wellicht boetedoening. En wanneer heeft verdachte dat gezegd? Bronvermelding misschien hierachter? Ja. Ik heb hier geen duidelijk antwoord op kunnen vinden in de verklaringen of de stukken van de deskundigen. Ja. Waarop? Ja, goed. Hij heeft dus geen duidelijk antwoord kunnen vinden in het feit dat verdachte dat mes nog steeds in zijn bezit had. Ja, een verklaring voor het feit dat verdachte dat mes nog steeds in zijn bezit had, is dat hij gewoon helemaal niks te maken had met die moord. Het was gewoon een boer met een mes. Een herdersmes. En had Jasper Steringraat echt gedaan, ja, je had je mes ook gewoon uit kunnen koken, bijvoorbeeld. In een badje met soda, of weet ik veel wat. Of je gooit het inderdaad weg. Maar waarom zou je dat doen? Wat kunnen ze eraan zien? Vaststellen doodsoorzaak. Is weer een nieuwe paragraaf, maar nu niet meer uiteindelijk. Zien we dit? Ja? Moet ik nog teruggaan naar die andere, die stonden schuin. Dus ik neem aan dat dit een hoofdstuk is. We krijgen nu heel veel dingen die gaan over het vaststellen van de doodsoorzaak. Even voor jullie, stel dat jullie nou bij de politie zouden werken. Dus kom je dus maar op zaterdagochtend 1 mei 1999, word je gebeld. Ja, dat is wel heel verschrikkelijk, hè? Hebben het lichaam gevonden van een jonge vrouw. En wat blijkt? Ze is gekeeld. Oh, denk jij, hoe zou zij kunnen zijn overleden?
Dan ga je een zwaar onderzoek naar doen. Hè? De keel is gewoon doorgehaald van links naar rechts. En jij wil weten, ja, dat kan wel zo zijn, maar hoe is er nou eigenlijk overleden? Dat... Misschien had ze wel een of andere terminale vorm van een of andere endobacterie. Kan toch ook? Hè? Dat slachtoffer die had een of andere kwaal en ze overleed eraan op het moment dat iemand anders dacht van ik ga jou kelen. Maar dat was helemaal niet nodig, want ze was al stervende aan haar kwaal of zo. Ik heb nog nooit op een politieacademie gezeten of een politieschool, maar het lijkt mij dat het werk van een politieagent toch echt niet moeilijk is. Als je op deze manier om mag gaan met wat je dan allemaal geconstateerd hebt en wat je ermee gedaan hebt. Ja, er ligt een meisje in een weiland en de keel is helemaal doorgesneden, maar ik denk dat de dood kan worden verklaard door een combinatie. Een gedeeltelijke doorklieving van de hals. Gepaardgaande met stuwing in het hoofdgebied en massale bloeduitstorting. En dat is patholoog-anatoom Visser. We hebben het vorig gehad over de patholoog-anatoom en nu is het patholoog-anatoom Visser. En Visser is een vrij algemene naam hier in Nederland. Maar er was misschien in de periode tussen 1999 en 2013, er was maar één patholoog-anatoom met die achternaam. En daarom hoeven we zijn voorletters niet te nemen. En ook niet of het een dokter is of een professor. Of een... Het is gewoon patholoog-anatoom Visser. En massale bloeduitstorting, yes. Niets met zekerheid is aan te geven of het intreden van de dood uitsluitend door het omsnoerende geweld had moeten zijn veroorzaakt. Nou, we hebben het over gehad dat Jasper, die had dus geprobeerd om haar te wurgen, althans volgens Henk Maus was het allemaal zo, en die hoorde haar nog ademen. En omdat hij zeker wilde zijn dat ze stierf, heeft hij zijn herdersmes gepakt. Dus niets met zekerheid is aan te geven of het intreden van de dood uitsluitend door het omsnoerende geweld had moeten zijn veroorzaakt. We weten toch dat dat niet zo was, want ze ademde nog. Hè? Wel is zeker dat het intreden van de dood door het voornoemde snijdende geweld, omsnoerende geweld. En nu is het snijdend geweld. Ter plaatse van de hals kan zijn ontstaan. Ja. Dus we hebben het erover gehad dat verdachte die had de keuze om aan slachtoffer te vragen van goh meisje, doe je even uit vrije wil je ondergoed uit? En dat wilde ze dan niet, om een of andere reden. Terwijl ze toch ogenschijnlijk vrijwillig 110 meter dat weiland inliep. Ja. Maar hij heeft dus met zijn mes wondjes aangebracht op haar bovenbenen, terwijl hij haar ondergoed aan het wegsnijden was. Daar zat al een discrepantie in. Hè? Maar dat is dus snijdend geweld. En wat hier nu gezegd wordt, nou, die wondjes in haar benen, die kunnen niet geleid hebben tot het intreden van de dood. Dat moet die wond in haar hals geweest zijn. Jezus, hoe lang hebben dit soort mensen op school gezeten, überhaupt? Hier staat een dubbele quote. Dat is een einde quote. Zien jullie het begin? Ja, ik ga even langzaam de hele zin af. Hier staat geen dubbele quote. Ja, we gaan terug, hè? Ik zie geen dubbele quote. Jullie wel? Nee, niet, hè? Daar nog even kijken. Niet, hè? Niet, hè? En daar ook niet. En hier begint de zin.
Want daar staat effing een punt. Dus waar is de openingsquote? En gaat dit nog steeds over de Enkhuizer Almanak van 1999? Of is het pagina 1032 van de Enkhuizer Almanak van 2010? In het deskundigenrapport 031-3008 van dokter Tan. We hebben het gehad over dokter Kanter. Die had ook geen puntje achter zijn DR. Maar nu dokter Tan. Dan kun je denken, nou, Tan, dat vind ik wel een aparte naam. Ja, is het ook. Het is een Chinese naam. Iets in het Mandarijns of zo. Maar in China is dat een veel voorkomende naam. Dus dokter Jansen had er ook kunnen staan. Wordt nader uitgelegd dat door een dergelijke afsluiting van de bloedvaten een persoon binnen een, dan hebben we weer dat leuke tekentje, wat jullie ook niet kunnen vinden op je doetsbord, maar je kan het vinden, een halve minuut bewusteloos raakt omdat de hersenen onvoldoende zuurstof krijgen. Hier mist een komma. Deze halve slaat nergens op, maar binnen 30 seconden, had je ook kunnen zeggen. En dan gewoon 30 uitschrijven. D-E-R-T-I-G. Een dergelijke afsluiting van de bloedvaten. Een dergelijke afsluiting. Van het omsnoerende geweld. Dus ze was bewusteloos. Dat zegt dokter Tan. Die zegt, nee, ze was bewusteloos. Ze was bewusteloos, niet toen ze verkracht werd, maar ze was bewusteloos toen ze gekeeld werd. Daar stuurt hij op aan, denk ik. En dit, wat is dat voor een nummer? Bij het feit dat je dus twee digits en een punt, weer twee digits, een punt en dan vier digits, dat doet denken aan een datumaanduiding, of niet? Maar het hoeft niet zo te zijn. Het kan ook een referentienummer zijn. Maar zijn alle stukken die bij dit betoog aangeleverd zijn op deze manier genummerd? Of loopt Henk Maus hier ons te effen? Want als dit een datum is, dan kijk het jaar 3008... Ja, dat is nog niet, hè? Het komt misschien nog wel. Maar niet met mensen als Henk Maus aan het roer, denk ik. Dan zijn we echt voor 3008 al weg. Het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt, waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt. En dat staat op pagina 1066. Dus als je me niet gelooft, moet je nu even het boek pakken. Moet je naar pagina 1066 gaan. En daar staat dat het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan, het rijmt bijna, hè? Het massale verlies is ontstaan doordat het hart als zelfstandig orgaan nog enkele slagen maakt. Hoeveel slagen eigenlijk? Waardoor na 1 minuut bijna 3 liter bloed uit het lichaam stroomt. Even de simpele dingen. Hier had gewoon 1 mogen staan. Of 60 seconden. En hier had gewoon een 3 mogen staan. Met D-R-I-E. Het massale bloedverlies versus bijna 3 liter.
Hebben jullie het idee dat hier iets twee keer gezegd wordt, of ben ik de enige? En het hart dat slaat 60 keer per minuut, als je rustig bent. Maar ja, zij was natuurlijk totally stressed, want ze moest nog 7 kilometer naar huis, naar Zwaagwesteinde. En ze ligt er op de jas. En ze heeft net een tampon naar de boomwal gegooid. Maar helaas, hielp dat niet? Ze dacht, ik gooi een tampon weg, want dat heeft een remmende werking. Oh, wat viel dat tegen. Dus misschien had Marianne wel een hartslag van 120 slagen per minuut. En als dokter Tan zegt, dat een persoon binnen een halve minuut bewusteloos raakt, dan hebben we het dus over een halve minuut, 120 slagen per minuut, even rekenen met me mee, 60 slagen. En dat doet Henk Maus af met enkele slagen. En Henk Maus gaat er ook vanuit dat het hart gaat nog 1 minuut doorslaan. Dus de 120 slagen, zullen we zeggen. Ik weet niet. Ik snap hier helemaal niks van. Het massale bloedsuffisies is ontstaan, doordat het hart, als zelfstandig orgaan, nog enkele slagen maakt. Want het massale bloedverlies is ontstaan doordat het hart nog enkele slagen maakt. Ja. Komma fouten. Dit werk is niet tegengelezen. Als vaststaand wil ik aannemen dat slachtoffer buiten bewustzijn is geweest door het flauwvallen. Dan wel daarna door het wurgen. Oké. Ja, want ze kreeg in de gaten, ik ga gewurgd worden, en toen viel ze flauw van schrik, toch? Of ze is buiten bewustzijn geraakt door het wurgen. En dan missen we hier een komma. Zodat zij naar alle waarschijnlijkheid niet bewust de keeldoorsnijding heeft moeten meemaken. Naar alle waarschijnlijkheid. Dat neemt hij als vaststaand aan. Kijk, naar alle waarschijnlijkheid, dat betekent dat je ook andere scenario's voor mogelijk acht, alleen deze is de beste. Als iets vaststaat, dan zijn er geen andere scenario's. Dus het is of vaststaand, of naar alle waarschijnlijkheid. Ja? Bewezen verklaring. Dat zou wel een juridische term zijn, die zal wel kloppen. Het staat in ieder geval niet meer schuin, het is weer een nieuw hoofdstuk, dus of zo. Ik acht op basis van deze weergave van feiten met de onderliggende stukken bewezen dat de verdachte slachtoffer zowel oraal als vaginaal heeft verkracht en haar heeft vermoord door te wurgen en de keel door te snijden. Dus je kan ook zeggen, verdachte heeft slachtoffer vergiftigd en doodgeschoten. Ik zal dat nu nader uitwerken. Nou, ik denk dat het is voor mij wel, ja, het is ook wel, ik ben ook al even bezig. Ik denk dat Henk Maus, toen hij dit aan het schrijven was, ook even bezig was. Want hij begint met feit 2. En als je dan denkt, hij laat feit 1 weg. Nee, feit 1 komt zo dadelijk. Maar hij heeft natuurlijk die feiten gekregen. Die staan allemaal in die onderliggende stukken. Zo. De weergave van feiten met de onderliggende stukken. En feit 2, ja, dat vindt hij toch echt een foutje van het onderzoeksteam. Want dat had gewoon feit 1 moeten zijn. Hè?
Maar hij begint met feit 2. En dat is dan dwang door meermalen dreiging met en gebruik van geweld tot het vaginaal binnendringen. Nou, daar gaan we het even over hebben. Het vaginaal binnendringen in het lichaam tegen de wil van slachtoffer is overduidelijk. Even denken hoor. Is overduidelijk aanwezig, ja. Dus dwang is overduidelijk. We hadden toch al gezegd dat slachtoffer die wilde alleen maar naar Zwaagwesteinde toe. Die had helemaal geen zin in een wandelingetje. In een weiland aan de Keningswei bij die boomwal die naar links buigt. Maar officier van justitie die heeft het idee, nou nee, dat moet er even ingevreven worden hoor. Het was echt niet vrijwillig. Terwijl hij de hele tijd heeft lopen beweren dat het allemaal heel mogelijk vrijwillig was. Hè? Maar dat was dan allemaal niet waar. Hè? Vaginaal binnendringen. Dat is iets wat verdachte heeft gedaan. Maar verdachte had geen vagina. Hoe kan hij dan vaginaal binnendringen? Kijk, ik kan dronken binnendringen. Heb ik ook wel eens gedaan. Of stoned. Of met een pesthumeur. Maar ik kan niet vaginaal binnendringen. Of oraal binnendringen. In het lichaam. Binnendringen in het lichaam. Tegen de wil. Oh my god. Marianne Vaastra was 16. Die had de hele dag Koninginnedag gevierd. Ze moest nog een pokkenende naar huis fietsen. En dan vinden we het overduidelijk dat slachtoffer dit niet vrijwillig deed. Nou, daar heb ik dus geen politieagent voor nodig die mij dat duidelijk maakt. Want ik snap dat in één keer. Maar ik heb dus een IQ van, ik denk dat ik een IQ heb van 1800 of zo. Ik ben ontzettend slim. Erg. Ik ben angstaanjagend slim. Voor het oraal binnendringen. Nou, ik dring momenteel hopelijk oraal bij jullie binnen. Ja? Want ik praat. Een oratorium is een plek waar je praat. Dus als ik oraal binnendring. Wat is dat dan? Nou, verdachte heeft dat gedaan. Die is oraal binnengedrongen in het lichaam van slachtoffer. Van het oraal binnendringen merk ik op dat de verklaring van de verdachte als enige bewijsmiddel niet gebruikt mag worden voor bewijs van het gehele te lastig gelegde feit. Moet er niet een N bij staan, maar misschien is het wel goed. Bestendige rechtspraak van de HR, van het huishoudelijk reglement is dat, HR, geeft aan dat die verklaring wel gebruikt kan worden voor een onderdeel van die TLL. Dat kan ook een typfout zijn, ik zal even inzoomen. Of jullie weten natuurlijk wel wat hier bedoeld wordt, hè? De TLL. Je hebt een TL-buis. Of een TL-lamp. Dat is misschien wel TL-lamp. De TLL. Van die TL-lamp
huishoudelijk reglement 0781 NJ81399. Dit is eigenlijk misschien wel de... Hier heb je het helemaal. Als je snapt hoe hier tegen jou... Want jij kan ook verdachte zijn, hè? En jij kan ook in de zaal zitten terwijl jouw dochter weg is, hè? En dat je deze bullcrap aan moet horen. Ik weet natuurlijk wel degelijk dat TLL, dat is een afkorting van ten laste legging of zo. Ten laste gelegde feit, maar het gaat over de ten laste legging. En waarom zegt hij niet gewoon ten lastelegging? Wil Henk Mouw soms dat wij niet echt goed begrijpen wat hij hier aan het vertellen is? Nou, als ik Henk Mouw was, zou ik me inderdaad ook grote zorgen gaan maken over het moment waarop iemand erachter komt wat voor een bullcrap die hier geschreven heeft. En ik mag hopen, als wij zo dadelijk weten, zeker weten, dat Henk J. Maus dit echt geschreven heeft en dit ook echt voorgelezen heeft. Dat zijn twee dingen. En we weten waar hij woont. Ik hoop dat Henk J. Maus dan een bezoekje krijgt van een van ons. Of een groepje van ons. En dat we Henk Maus gaan duidelijk maken dat hij moet ophouden met het uitoefenen van zijn functie. Want hier hebben wij geen behoefte aan. Begrijpen jullie dat goed? Dit mag je niet accepteren. En we hebben het allemaal druk. En we zitten ons allemaal zorgen te maken van, oh jee, nou zijn er nog wel broodjes in de supermarkt. Want volgende week is het kerst. We hebben het allemaal druk. En dan krijgen we dit er ook nog bij. De verdachte is consequent in zijn verklaring hierin. En de handeling past ook in de opbouw van het strafbare feit. De verdachte is consequent in zijn verklaring dat hij oraal heeft binnengedrongen en de orale binnendringing past ook in de opbouw van het strafbare feit. Tuurlijk, jongen. Ja, dit snappen wij in één keer. Om die reden vraag ik uw rechtbank het onderdeel oraal binnendringen, verwoord bij het eerste gedachtenstreepje, als wettig en overtuigend bewezen te verklaren. Het eerste gedachtenstreepje. Zal ik even een beetje omhoog scrollen? Zien jullie het eerste gedachtenstreepje? Zal ik uit venijnigheid, hè, want dit is pagina 40, zal ik al die andere 39 even terug doen? Dat jullie kunnen gaan kijken wat Henk J. Maus, bedoelt met het eerste gedachtenstreepje. Ik zie hem niet staan, hoor. Mijn gedachtenstreepje verwacht ik hier ergens, hè? Dus van... staat hem misschien ergens anders? Nee, ik zie hem maar geen streepje staan. Dit klopt natuurlijk niet. Dubbele quote, letterlijk citaat. En het is geen letterlijk citaat. En dat had ook helemaal weggemogen, want hier staat het zonder quotes. Ja. Dus waar het hier om gaat, er is een 16-jarige Friese vrouw veroordeeld, vermoord. En daar wordt gewoon iemand gepakt. Nou, we hebben net feit 2 gehad. En wat was feit 2 ook alweer? Feit 2 is
Oraal binnendringen. Dat is feit 2. Ja, dat deed hij als eerste namelijk. Hè? Want hij heeft eerst slachtoffer gedwongen om hem te pijpen. Zo heeft hij dat ook letterlijk gezegd. Van een smerig taalgebruik. Dat gewoon orale seks kunnen zijn. Dat is het tweede feit. Ja. En het tweede feit is ook dat het niet geldt voor het anaal binnendringen. Er was alleen maar sperma in haar anus gevonden. Nou, ja, hey pap, er zit sperma in mijn anus. Oh, kindje, nou, dat zal wel gewoon door omstandigheden, is dat heel vaak. Ja. Het verschil tussen bewezen verklaring van het primaire feit van moord dan wel het subsidiaire feit van gekwalificeerde doodslag ligt met name in het bestanddeel voorbedachten raden. De verdachte stelt dat hij na de seksuele ontlading in paniek raakte en vervolgens uit vrees voor de ontdekking en de gevolgen voor zijn gezin, Marianne, een slachtoffer, om het leven heeft gebracht. Dat is bijna een op een, ja, ik lees het letterlijk, een op een, in te passen in de tekst van artikel 288 SR. We pakken de simpele dingen als eerste. Even kijken waar die allemaal staat. Voorbedachte raden, die quotes hoor, dat is helemaal niet. En dan verdachte stelt. Dus dit is een letterlijk citaat. Na de seksuele ontlading in paniek raakte. En dit is een letterlijk citaat. Ik moet toch zeggen dat ik na de seksuele ontlading in paniek raakte. Dat zij verdachte dan 13 jaar na dato. En vervolgens, uit vrees voor de ontdekking en de gevolgen voor zijn gezin, slachtoffer om het leven heeft gebracht. Uit vrees voor de ontdekking en de gevolgen voor zijn gezin, dat zeg je toch niet? Het gaat hier om een letterlijk citaat. Huh? Uit vrees voor de ontdekking en de gevolgen voor zijn gezin. Mijn gezin. Maar hij had dan zijn gezin gezegd of zo. Dit staat op een audiotapeje of heeft hij een verklaring voor ondertekend. Dat is bijna een op een in te passen in de tekst. Wat is een op een in te passen in de tekst? Vrees voor de ontdekking? Paniek? Vrees voor de ontdekking en paniek. Dat past in de tekst van artikel 288 van SR. Weet jullie wat SR is? Ik zou gokken, die staat strafrecht, denk ik. En hier had moeten staan 1 op 1. Of, want het is namelijk bijna 1 op 1, en dat kan natuurlijk niet, hè? Dan kan ik zeggen, dat is in te passen in de tekst van. Dus, dat is bijna voor 100% in te passen. Ken je die grap? Van die vrouw die zei, ik was toen een beetje zwanger. Klein beetje maar hoor. Gewoon bijna 1 op 1. De strafbedreiging op moord of gekwalificeerde doodslag is hetzelfde. Beide, zoals geldend in 1999, 20 jaar gedeputeerde staten of levenslang. Ik weet niet wat GS is. Dat is al wel 20 jaar GS. Ik weet echt niet wat het is.
20 jaar gevangenis, straf misschien? Gevangenis, straf? Oh, dat zou het kunnen zijn. Gevangenis, straf. Maar waarom kort hij dat af? Hij heeft hier ruimte genoeg om gevangenisstraf uit te schrijven. Nee, GS. Toch wil ik uw rechtbank voorhouden dat het om het leven brengen van slachtoffer met voorbedachten raden is gebeurd en dus gekwalificeerd dient te worden als moord. Uiteraard kom ik dan uit bij de uitspraak van het huishoudelijk reglement. Hoge Raad bedoelt hij natuurlijk. Hè? De Hoge Raad die heeft dus op 28 februari 2012 een uitspraak gedaan. En die is gekwalificeerd als BR 2342. Die vaak gezien wordt als een inperking van de voorbedachte raden, waarvoor lange tijd alleen vereist was dat de verdachte enige tijd en gelegenheid gehad moet hebben om na te denken over de betekenis en gevolgen van zijn daad. Oei, 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 oei. Die uitspraak van de Hoge Raad, die wordt dus niet altijd gezien als een inperking. Maar wel vaak. En die inperking is dat bij voorbedachte raden moet de verdachte enige tijd en gelegenheid gehad hebben om na te denken over de betekenis en gevolgen van zijn daad. Jasper Steringa, de man die hiervoor in de bak zit momenteel, die stond om 1:30 op om zijn koe te controleren, want die moest kalven binnenkort. En toen het niets aan de hand was, dacht hij van kom, ik ga een eindje fietsen. En op een of andere manier is hij op de Jeltinga-laan beland. En toen werd hij bevangen door de schimmige contouren en de schim van een jonge vrouw, haar jonge gelaat en haar contouren. En toen dacht hij, jij bent van mij. Nou, contra-indicaties mogelijk zijn waardoor geen sprake hoeft te zijn van voorbedachte raad. Even denken, dus het is voorbedachte raad en voorbedachte raden. Prachtig. Het zal heus wel kloppen hoor. Want pathologen anatoom, dat schreef Henk J. Maus ook goed. Drie voorbeelden worden genoemd. Het gaat dus over voorbeelden. Waar het erom gaat dat als een verdachte niet enige tijd had en geen gelegenheid heeft gehad om na te denken over de betekenis en gevolgen van zijn daad, dat je toch kan zeggen dat het voorbedachte raden was. En daar heeft Henk Maus drie voorbeelden voor gevonden. En dan moet hij weer een opsomming maken. Nou, we hebben al opsommingen gezien met gedachtenstreepjes, hyphens, gewoon een streepje. We hebben ronde balletjes gezien. We hebben vierkantjes gezien. Dus Henk J. Maus dacht van, kom, het wordt anders wel heel erg saai. Nu ga ik sterretjes gebruiken. Dan neemt hij Shift 8 is dit. Denk ik. Misschien is het wel gewoon een instelling in. Ik weet niet in welke tekstverwerker hij dit gemaakt heeft. Dus ik kan er gewoon. Ik zelf zou nooit een sterretje gebruiken. Ik vind gewoon nummer ze gewoon. Gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dat is ook makkelijk. Want als dan het werk gebruikt gaat worden, bestudeerd gaat worden door de rechter en iedereen die hem adviseert, dan kan iemand gewoon zeggen, nou, puntje 3. Ja, als ik het nu wil hebben over dit punt,
Dan moet ik zeggen, ja, van de drie voorbeelden met die sterretjes op pagina 41 en dan de laatste. Maar goed, laat ik ze opnoemen. Uitvoering en besluitvoering vindt plaats in plotselinge hevige drift. Oh ja, joh. Dus in ene word ik net te gek. Maar dan kan het me dan toch eventjes een slecht. Moet hier niet slechts staan? Slecht een korte tijd voorafgaand aan uitvoering. Slecht een korte tijd voorafgaand aan uitvoering. De gelegenheid tot beraad ontstaat pas tijdens de uitvoering. En van de opsomming wordt hier afgesloten met een punt komma. Daar zetten we helemaal niks achter en hier komt een punt. Het zal. De AG Vellinga geeft fijntjes aan in zijn conclusie bij de Hoge Raad. In zijn conclusie bij de Hoge Raad, 15 januari 2013. BY5678. Dat is wel toevallig. Mooi oplopend sequentietje. Of had Henk J. Maus een nummer nodig en dacht hij van, welk nummer zou ik nou eens doen? Oh, 5678. Dat de HR enkel bedoeld heeft dat zwaardere eisen gelden voor de bewijsvoering van voorbedachten raad, maar dat de inhoud nog steeds subjectief is. Nou, de inhoud staat hier dus italic. Ik weet niet waarom. En hij geeft fijntjes aan. Sorry. En wat is een AG? Een accountant-generaal? Een algemene gemeenteambtenaar? Een afwezige gediende? Kan ik er meer van maken? Ik zou het niet weten. Of heette die man Albert Gering Vellinga? Albert Gerard Vellinga bedoel ik. Wat is een AG? Mijn e-mailadres is perry7@mac.com. Stuur het maar even. En de bewijsvoering. Waarom staat er een streepje onder? En waar dit naartoe gaat, ik wil dat niet eens ontleden, want dit is natuurlijk helemaal niks. Snappen jullie dat? Drie voorbeelden worden genoemd. Uitvoering en besluitvoering vindt plaats in plotselinge hevige drift. Er zijn dus contra-indicaties. Slecht een korte tijd voorafgaand aan de uitvoering. Dus dan kom je ermee weg. Dus je moet, als je als dader je uitvoering en besluitvoering plaatsvindt in plotselinge hevige drift, en je had maar een korte tijd voorafgaand aan uitvoering. Wat is het eigenlijk, een korte tijd voorafgaand aan uitvoering? Nou, 10 minuten, een half uur, 3/4 jaar. De gelegenheid tot beraad pas ontstaat tijdens de uitvoering. Maar een beraad, dat is toch een gesprek, of niet? Dan heeft de verdachte heeft dan een gesprek met zichzelf. Ik ben van mening dat de verdachte tijd en gelegenheid heeft gehad en dat er geen contra-indicaties zijn die op het tegendeel zouden moeten wijzen. Inderdaad. Want Henk Maus heeft gezegd dat toen verdachte over de Jeltinga-laan fietste, waar naartoe die eigenlijk ging, snappen we nog steeds niet, maar hij fietste over de Jeltinga-laan,
Toen zag hij in één keer die schimmige contour, nee, de schim van een jonge vrouw. En hij had zoiets van, die biest Heelendal van mie, of zoiets. Dus in één keer had hij hem toch. Maar dat is geen contra-indicatie, natuurlijk niet. Het was voorbedachte raden, mensen. Van, dus de verdachte die kwam over die Jeltinga-laan. Die ziet die twee jongens staan onder de lantaarnpaal. Maar hij merkt ook van, hey, oh, daar gaat een meisje. Oh, die ga ik pakken. En die pak ik 1200 meter verderop. Ja. Alles in één keer besloten. Vanaf het moment dat de gedachte jij bent van mij postvat bij de verdachte, is hij bezig geweest met het willen hebben van seks. Maar hij kon toen ook al weten wat de consequenties zouden zijn voor zijn gezin als hij seks met slachtoffers zou hebben. Bij elke stap in de geweldsspiraal omhoog. En dan krijgen we tussen haakjes, want wat is allemaal gebeurd, van de fiets trekken, mes dreigen, vastbinden, verkrachten, haakjes sluiten. Bij elke stap in die geweldsspiraal kon hij nadenken over de consequenties en dit heeft hem niet weerhouden door te gaan. Dus het feit dat hij kon nadenken over de consequenties. Hij kon erover nadenken, maar dat hij erover na kon denken, heeft hem niet weerhouden door te gaan. Heeft hij er dan over nagedacht? Henk Maus heeft zoiets. Nou, ik kon het weten hoor. Dus dit moet voorbedachte raden geweest zijn. En op basis waarvan zegt hij dat dan? Van de fiets trekken heeft verdachte toch helemaal niet gedaan. Hij kwam half vallend tot staan en zijn fiets viel op de grond tussen hem en slachtoffer in. Is slachtoffer gevallen dan of zo? Heb ik iets gemist op pagina 3? Mes dreigen. Mes, spatie, dreigen. Nou, ik weet niet wat mes, spatie, dreigen is. Ja, Jasper Sterringa die pakt zo zijn mes. Ja, meisje, zie je dat mes? Daar dreig ik mee. Hij had dat mes toch tegen haar keel, of niet? Op het moment dat Marianne flauw viel en de verdachte verklaart dat, zei wel weer, is de verdachte bewust geweest van wat hij gaat doen en op welke manier. Dus op het moment dat slachtoffer flauw viel en de verdachte verklaart dat, Dus er was één moment en er viel veel slachtoffer flauw. En op dat moment verklaart verdachte dat zij wel wist wat er zou gebeuren. Schandalig. Dan gaat het argument niet op dat die consequenties pas zichtbaar worden na de seksuele ontlading. Er is dus voldoende tijd geweest en gelegenheid voor, ik snap niet waar die streepjes hierboven zijn, voor, maar ook tijdens de uitvoering. Dubbele punt, deze bestond uit meerdere handelingen. BH grijpen, rugtasje pakken, zakmes pakken en tot 3 maal toe snijden. Snijden? Niet steken? En heeft hij eerst de BH gegrepen en toen zijn zakmes gepakt?
een rugtasje pakken. Dit is niet in een paar seconden gebeurd, maar heeft langer geduurd. Nou, hier is weer een kommafout. Er staan er zoveel in. Hè? Dit is niet in een paar seconden gebeurd. Nou, we hebben toch allemaal opgelet en we weten dat slachtoffer is schijnbaar vrijwillig 110 meter een weiland ingelopen. Richting de boomwal die naar links buigt. Hoe lang denk jij dat het duurt voordat je onder bedreiging van een mes, terwijl je er helemaal geen zin in hebt, 110 meter gaat lopen om 2 uur 's nachts door een weiland zonder lantaarnpalen? Dat doe je inderdaad niet in een paar seconden. De verdachte heeft ook rustig de gelegenheid gehad vanaf het moment dat slachtoffer bewusteloos raakte. Verder had hij kunnen besluiten om weg te rennen. Oh, het is gevaarlijk hier. Ik hol weg. Richting de boomwal natuurlijk. Dan krijgen we hier weer een sterretje. Goh, dat is grappig. Waarom eigenlijk een sterretje? Zitten we midden in een opsomming? Want dit waren de 3 voorbeelden. Ja? 1, 2, 3. Toch? En hier krijgen we weer een sterretje. Niet van opsomming hoor. Er is ook niet sprake van een plotselinge drift. Plotselinge hevige drift. Ik wil erop wijzen dat de verdachte het praktischer vond slachtoffer om te draaien, zodat het wurgen beter zou werken. Het wurgen beter. Dus het ene wurgen, dat werkt niet zo goed, en het andere wurgen werkt beter. Ook weet hij zich precies en exact te herinneren. Bij het verhoor werd door hem hier diep over nagedacht en bijna geteld op de vingers hoeveel keer hij heeft gesneden. Precies en exact is een dubbelzegging. Je kan ook gewoon zeggen, verdachte weet zich te herinneren hoeveel keer hij heeft gesneden. Niet hoe vaak hij heeft gestoken, dat doet er niet meer toe. En verdachte liegt. Maar Henk Maus, die weet dat bij het verhoor werd door hem, als verdachte, hier diep over nagedacht en bijna geteld op de vingers. Bij het verhoor werd door hem hier bijna geteld op de vingers. Ik zie geen. Ik zie zoveel dingen waar ik het over kan zeggen, maar ik wil er ook een keer mee ophouden. We moeten nog naar pagina 51. Ik zie geen reden van de door de Hoge Raad, HR, genoemde contra-indicaties aan te nemen. En zie daarnaast ook geen andere reden. Ja, andere reden bedoel ik natuurlijk, geen andere. Die zouden kunnen overtuigen dat geen sprake is van voorbedachten raad. De volgende keer ben jij aan de beurt, hè?
Er is tijd en gelegenheid geweest door een verdachte die niet onder invloed was van alcohol en zijn gedachten aan het ordenen was op de fiets. Er is tijd en gelegenheid geweest door een verdachte die niet onder invloed was van alcohol en zijn gedachten aan het ordenen was op de fiets. Daarvoor was reeds 3, dat is een fout, gewoon D-R-I-E moeten zijn, was reeds 3 kilometer in alle rust door de verdachte afgelegd. En ook al zou nog sprake zijn geweest van stress, welke stress, dan is dat volgens de Hoge Raad, en dit is dan weer een document, niet onverenigbaar met voorbedachten raden. Nou, niet onverenigbaar. Dit is een ontkenning. En dit is een ontkenning. En die kan je tegen elkaar wegstrepen. Dus hij had gewoon mogen schrijven. Dan is dat volgens de halala verenigbaar met voorbedachten raden. Daarom vraag ik uw rechtbank het primaire feit van moord wettig en overtuigend bewezen te verklaren. Bij het, nu krijgen we weer een hoofdstuk en die staat dus niet meer schuin, alleen maar bold, net als de inleiding. Het zal weer een hoofdstuk zijn. Zo. Maakt geen onderdeel uit van wat anders, want het gaat over de strafbaarheid. Is dader wel strafbaar? Hè? Er is een meisje gevonden, die is gekeeld. En degene die dat gedaan heeft, is die wel strafbaar? Ja, toch belangrijk? Stel je voor, dat je wordt veroordeeld omdat je een jonge vrouw gekeeld hebt. En wat blijkt toch zeg, dat was helemaal niet strafbaar. In ieder geval jij was het niet. Bij het trajectconsult is geadviseerd de verdachte vanwege ontkennende houding en mogelijkheid van dissociatieve fuge voor observatie op te laten nemen in het PBC. Al eerder heb ik het erover gehad dat meneer Maus de hele tijd ons verklapt wat de afkortingen zijn. Terwijl hij die afkorting helemaal niet nodig heeft, omdat hij een term maar 1 keer gebruikt. Nu introduceert hij PBC. WTF, wat is PBC? Ja, ik kan daar wel naar gokken. Ik denk dat ze daarmee bedoelen, en dat heb ik ook hiernaast geschreven. Hier staat het. Pieter Baan Centrum. Dat zal hij wel bedoelen. Het zal niet de zeehondjesopvang zijn in Pieterburen of zo. Maar wat is het PBC? Ik weet het echt niet. Ik weet niet eens of je Pieterbaancentrum wel op deze manier mag afkorten. En ik weet dus niet wat het PBC is. Of het TBC, of het HBC, of het KBC. En er gaat wel eventjes iemand van 18 jaar brommen, hè? En we krijgen daar Marianne Vaastra niet mee terug. Ook nog een keer. Nadat de verdachte een bekennende verklaring aflegde en duidelijk was dat hij wilde praten, is besloten in overleg met het NIFP het onderzoek te laten doen door het NIFP. Dus wij van WC Eend adviseren WC Eend. Dus het NIFP, dat is dus naar Henk Maus toegekomen. Hij zegt, hallo Henk, volgens mij kan je beter het onderzoek door ons laten doen. Hè? De deskundigen, dat zijn dan de deskundigen van het NIFP. En ik weet niet wat het NIFP is. Hè? Het NFI weet ik wel, maar
Als Nederlands Forensisch Instituut. Maar dit is het NIFP. Het zal wel. De deskundigen hebben met uiterste voortvarendheid, deskundigheid en veel inzet een duidelijk en helder rapport afgeleverd. Oké. Wie vond dat rapport helder en duidelijk? En wie vond dat de betreffende auteurs met uiterste voortvarendheid, deskundigheid en veel inzet hebben gehandeld? Waar blijkt dat uit? Is dit de mening van Henk J. Maus? In die rapporten is ook gekeken in hoeverre een opvolgende klinische observatie in het PBC op bepaalde gebieden meer duidelijkheid zou kunnen geven. De noodzaak hiervoor ontbrak, volgens de deskundigen. Ja. Psycholoog en psychiater. Welke psycholoog, welke psychiater? Hebben die namen, die twee personen? Of was het iemand die had en gestudeerd voor psycholoog, maar hij was ook arts en hij was... Ja, kom op. Hebben beiden 12, dat wordt dus uitgeschreven te worden, T-W-A-A-L-F, 12 uur gesproken met de verdachte en allerlei testen gedaan. Vanwege de bovengemiddelde intelligentie van verdachten is toestemming verleend aan een speciale test te doen die meer duidelijkheid zou kunnen geven over een contactstoornis. Dus, als jij gepakt wordt door de politie en je doet gewoon net alsof je, ja, mijn naam is Haas en ik weet nergens van, en dan vragen ze jou hoeveel is 3 plus 4 en dan zeg je 8. Hoeveel is 3 keer 4? En dan zeg je -2. En dan heb je in ieder geval geen bovengemiddelde intelligentie. Nou, dat is handig. Dan krijg je in ieder geval geen speciale test die meer duidelijkheid zou kunnen geven over het feit of jij een contactstoornis hebt. Want dat kan je alleen maar doen met mensen met een bovengemiddelde intelligentie. Ja, het is heerlijk dit. Het is gewoon... Dit ontslaat mij zo van zoveel zorgen, hè? Want als een officier van justitie zo makkelijk wegkomt met zijn werk, ja, dan hoef ik morgen ook niet op te staan. Dan heb ik morgen een dagje vrij, heb je dat begrepen? Dan heeft het toch allemaal geen zin? De raadsman heeft een anonieme deskundige naar de rapporten laten kijken, die van mening was dat onvoldoende gelet is op de aanwezige aanwijzingen voor een contactstoornis in het autisme-spectrum. Ja. Nou, waar denken jullie dat hier het puntje zit? Wat is het kleinste puntje wat je aan kan wijzen, waarvan je denkt, ik vind dit een beetje raar? Nou, wat dacht je van deze term? Ik heb het al gehad over inquisitierechtspraak en hoe dat destijds eraan toe ging. En hier is het dus zo dat de raadsman, dat is dan Jan Vlug, neem ik aan, de raadsman van verdachten, en die heeft dus een deskundige gevraagd naar de rapporten te laten kijken. En die deskundige had zoiets van, ja, dat wil ik wel doen, maar wel anoniem. Huh? Want... Ja, en waarom wilde hij anoniem? Nou, misschien wel omdat hij keihard zat te liegen. Wat dacht je daarvan? Hij is van, ik wil jou best wel een beetje voedsel geven, voeding geven, om Jasper Steringa gewoon voor 18 jaar de bak in te draaien, maar niet met mijn naam erbij. Ik wil het wat doen, maar dan anoniem. En dan is het gewoon een contactstoornis in het autisme spectrum.
Nou, jullie mogen mij vertellen wat dat is. En waarom je dat alleen maar wil zeggen als je anoniem mag blijven. In hun schriftelijke reactie hierop geven de deskundigen aan dat zij alles uitdrukkelijk hebben bekeken en staan achter hun conclusies. Even kijken hoor. In een schriftelijke reactie erop. Dus een schriftelijke reactie op de mening van die anonieme deskundige die zegt dat er onvoldoende gelet is op de aanwezige aanwijzingen voor een contactstoornis. Maar de deskundigen geven aan dat zij alles uitdrukkelijk hebben bekeken en ze staan achter hun conclusies. Dus niet achter de conclusie van de anonieme deskundige. Ja. En ik deel deze. En ik deel deze. Dus Henk Maus vindt ook dat de deskundigen uitdrukkelijk hebben bekeken. Alles uitdrukkelijk hebben bekeken. Dus ook Henk Maus vindt dat gezeik van die anonieme deskundige over een contactstoornis in het autisme spectrum bullcrap. Waarom vermeldt hij dat dan? Hij kan ook zeggen, ja, er was nog iemand anders en die zei iets en dat slaat helemaal nergens op en dat ga ik nu voorlezen. Sorry. We willen weten of verdachte de dader is. En zo ja, wat was zijn motief en hoe heeft hij dat kunnen doen? En ik deel deze. Alles is onderzocht. Ja, behalve natuurlijk dat bebloede jek wat gevonden werd, toch? en die getuigenverklaringen van GKH en wel meer dingen. Ja. De moeder van slachtoffer, die had graag, die werd niet gehoord, laat ik het zo maar zeggen. En die moesten hun mond houden. Dat wilden ze niet onderzoeken. Nou, mevrouwtje, wij zijn van de politie, dus laat ons het werk maar doen, hè? De conclusie van de psychiater is voor mij voldoende antwoord. Staat hier, hè? De conclusie van de psychiater is voor mij voldoende antwoord. En hier staat een spatiefout. Spatie, punt. Dat is niet goed. Betrokkenen zich mogelijk heeft laten overmannen door de gemelde onverwachtheid en of heftigheid van zijn geslachtsdrift. Zien jullie deze nog? De gemelde onverwachtheid en of heftigheid van zijn geslachtsdrift. Zie hem staan? Terwijl hij wel beschikte over een prima oordelend vermogen en doorgaans prima, zelfs bovengemiddeld, zelfsturend vermogen. Dus verdachte heeft een bovengemiddeld zelfsturend vermogen. En dat is de conclusie van de psychiater. Niet van de psycholoog. Hè? Van de psychiater. Hoe die heet, hoef je niet te weten. Hoe vaak die met verdachten gesproken heeft, slaat ook nergens op. En dat die psychiater een rapport op heeft gesteld. Ja, dat heeft hij gewoon over de e-mail eventjes naar Henk Maus gestuurd. En Henk heeft het even gelezen en die heeft het in de trash gegooid. En dacht van, oké, ik snap het wel. Bovengemiddeld zelfsturend vermogen. En dat was voor Henk Maus voldoende antwoord. De verdachte laat het voorkomen dat hij in een soort automatisme dezelfde handeling, ik laat het woord even over, heeft verricht. Zoals hij ook gewoon was bij prostituees.
Oeh. En zo laat hij het voorkomen. Huh? Dus hij heeft... hij deed het al vaker. Dan ging hij dus... laat me gewoon even kijken hoe het dan mogelijk was. Hè? Maar je hebt dus in die contraien seksboerderijen. Dat is echt zo. En je moet even weten waar ze liggen. En je hebt ook van die funzige blaadjes. En dan zie je wat advertenties staan. En soms hebben ze een parenavond of zo. Maar dan moet je ook niet al te veel bij voorstellen. Het zijn gewoon seksboerderijen. En als je daar weggaat, dan ben je gewoon er echt wel... Ja, niet een tientje armer, maar dat kost wat. Hè? En daar gaat het ook om. Want die seksboerderij die moet ook ergens van leven. En dat is niet verboden, overigens nog een keer. Dus dat mag gewoon hier in Nederland. Op voorwaarde dat de mensen die er werken, de prostituees, dat die 18 jaar of ouder zijn. Nou, ze weten dat verdachte heeft slachtoffer gedwongen tot orale seks. En daarna dus vaginale seks. Of echte seks, kun je ook zeggen. Gewoon seks. Dat weten ze. En nu weten ze ook dat hij dat ook altijd deed bij prostituees. Ja, joh. Dus er ging Henk Maus, die ging naar de seksboerderij. En die kwam er dus binnen, op de fiets neem ik aan. Ze zet zijn fiets tegen het hek. Hij komt binnen. Hij zegt, ja, ik heb gewoon echt zin. Dan moet ze... Iemand van jullie, die moet bij een boom mogen staan. En dan kom ik eraan fietsen. En dan pak ik haar. En dan laat ik haar mijn herdersmes zien. En dan ben ik er helemaal van overtuigd dat ze bang is. Dat wil ik wel zien, hè. Ik wil wel angst in die ogen zien, hè. Nou, en dan mot ze me pijpen. En dan gaan we 110 meter schijnbaar vrijwillig het weiland inlopen. Dan gaat... dan moet jullie medewerker moeten doen alsof ze een tampon wegsmijt. Richting de boomwal. En daar betaalt hij dan voor. En ja, dat kost dan €500 of zo. Dat is extra duur, want dan moeten die prostituees echt naar buiten. En op hun jas in het gras gaan liggen. Hè? Dezelfde seksuele handelingen heeft verricht. Wat bedoelen we daarmee? De conclusie is die van volledige toerekeningsvatbaarheid voor de delicten zoals destijds zijn gepleegd. Zowel voor de verkrachting als voor de moord. Nou, er ontbreekt een komma. Oh ja, hier staat natuurlijk op een tautologie. Gedwongen en gewelddadig. Wacht, dat is mooi. Nou, dit is dus porno, want je kan het gewoon hebben voor het misdrijf. Hè? Hij heeft een misdrijf gepleegd. Tenminste, daar verdenken ze hem van. Nou, nu komt de psycholoog aan het woord. De vorige pagina was de psychiater, maar nu de psycholoog. Komt in retrospectief. Dat betekent achteraf. Dus eerst nog niet. Maar toen hij er wat langer over nadacht, dacht hij van, ja, nee, man, nog even over nadenken. Komt hij tot dezelfde conclusie. En stelt nog dat zijn vermogen tot oordeelsvorming niet verminderd was. Nou, zijn mag ik hopen dat het slaat over het vermogen van verdachten. En niet van de psycholoog. Terwijl als je het zijn gebruikt, waar refereert die term aan? Het gebruiken van dit, dat, hij, hem, haar. Dat mag allemaal in het Nederlands, maar dat moet wel duidelijk zijn. Ik ging met Peter en Gerard naar Amsterdam en hij nam de tram terug. Ja. Wie ging er dan met de tram terug?
Dan komt er een citaat dan. Betrokkenen schakelde vanaf het moment dat hij in de greep was van zijn lust zijn geweten uit en ging geregisseerd, instrumenteel en doelgericht te werk. Ja? Doelgericht was van jij bent van mij of zo. En instrumenteel, dat betekende dus dat hij daar iets bij gebruikte of zo. Of wat is instrumenteel te werk gaan? En de allermooiste. Geregisseerd. Geregisseerd door wie? En dan wil ik er nog eventjes bij stilstaan. Dat de alternatieve hypothese, dat is gewoon een fantasie natuurlijk, is helemaal nog geen theorie, maar het is een fantasie, hè? Een hypothese. In die alternatieve hypothese wordt gesteld dat slachtoffer om het leven is gebracht in een georganiseerde actie. En er zijn mensen die zeggen, nou, die actie die is opgenomen en dat filmmateriaal dat is verkocht voor mucho geld. Kijk, en dan hebben we een regisseur nodig. En dan is het geregisseerd. Maar wie was de regisseur van Jasper Steringa? Toen hij op 110 meter afstand van de Keningswei doelgericht te werk ging op een instrumentele wijze. Huh? De psycholoog komt achteraf tot dezelfde conclusie en stelt dat betrokkenen, slachtofferdaden, schakelde vanaf het moment dat hij in de greep was van zijn lust. Dus dat was op de Jeltingalaan. Op de Jeltingalaan was hij in de greep van zijn lust. Toen schakelde hij zijn geweten uit. En dat weet die psycholoog allemaal. Maar dat wist hij pas in retrospectief. Ik sluit mij aan bij de bevindingen van de deskundigen. Dat zijn er waarschijnlijk dan de psycholoog. Oh, sorry. De psycholoog. De psycholoog en de psychiater, toch? En neem de conclusies van volledige toerekeningsvatbaarheid over. Nou, dat woord volledig toerekeningsvatbaar staat hier nu voor het eerst. Hier staat niet betrokkenen was volledig toerekeningsvatbaar. En hier staat ook niet betrokkenen zich mogelijk heeft laten overmannen. Maar hij is volledig toerekeningsvatbaar. Dat staat er helemaal niet. Dat maakt Henk Maus er eventjes van. En waarom doet hij dat? Nou, omdat als hij dat niet doet, dan gaat Jasper Steringa hoog uit voor moord of zo de bak in. En dat duurt maar een paar jaar. En ze wilden hem voor heel veel jaren weg hebben. Benadeelde partijen. Nou, dit is wel een goede titel eigenlijk. Net als inleiding, dat is ook keurig. Benadeelde partijen, dat begrijp ik ook. Hoeveel partijen zijn er benadeeld? Gaan we kijken of er een opsomming komt. Nou, ik denk het niet, hè? Nee, niet. Er komt niet echt. Nee, hij gaat niet duidelijk worden. Waarom zou je dat ook doen? Oh, sorry. Ach, shit, mijn Mac werkt niet helemaal mee. Maar ik hou vol. Leed is niet uit te drukken in geld en zeer persoonlijk. Even denken hoor.
Texel ligt aan de Noordzee en heeft goedkope vakantiehotels. Texel ligt aan de Noordzee en wordt gewaardeerd door mensen uit Zwaag-Westeinde. Geleed is niet uit te drukken in geld en zeer persoonlijk. Wat uit te drukken in geld? Dus als iets niet uit te drukken is in geld, dan is het misschien persoonlijk. Maar nu is het zeer... Leed is niet uit te drukken in geld en zeer persoonlijk. Nee. Leed is verschrikkelijk. En het is eigenlijk wel uit te drukken in geld. Ik denk dat je best had mogen zeggen dat voor het lakse optreden van politie en justitie in zaken het verdwijnen, nee, niet verdwijnen, maar het overlijden van Marianne Vaatstra, dat de familie daar toch wel een klein beetje iets voor terug mag krijgen. Ja, bijvoorbeeld... de vader van slachtoffer die is helemaal naar Soest gemoeten. Heeft helemaal naar Soest gemoeten om daar thee te drinken met onze koningin. Ja, dat hij in ieder geval zijn reiskosten vergoed krijgt qua treinkaartje. Maar ook de uren. Al die tijd. En moeder van slachtoffer die heeft dus... Dat ding bijgehouden, wat ze dan het dagboek noemen, wat niet helemaal zo is, maar daar heeft ze ook uren aan besteed. Om nog maar te zwijgen over het feit dat die familie de godganse tijd naar het politiebureau geroepen werd. Van komen jullie eens even langs, want we houden er niet van zoals jullie met de zaak omgaan. Daar mogen ze ook wel een schadevergoeding voor krijgen, lijkt mij. En dat kan je wel degelijk uitdrukken in geld. Niet dat leed natuurlijk. Want hoe moet je nou iemand uitleggen? Nou, je bent je dochter kwijt en wij schatten het in op 140.000 euro. Wat denk u ervan? En dan zeg je, nou, ik heb zelf een leedgevoel van 160. Oh, nou, wat dacht u ervan? Dan middelen we het en dan maken we er 150.000 euro van voor uw leed. Ja. Niet dat je er geld krijgt, maar dan heb je in ieder geval leed van 150.000 euro. Nee, natuurlijk niet. Besef goed, dit document is voorgelezen in het bijzijn van de familie van de slachtoffer. En die hebben deze bagger allemaal aan moeten horen. En ik denk dat jullie er heel erg goed aan doen om dit helemaal uit te luisteren. Hebben jullie mij goed begrepen? Want anders doe ik dit helemaal voor niets. Maak er maar een kopje thee of pak maar een kopje koffie. Snuit je neus. En ik ga door. En als de familie zich op het standpunt stelt dat sprake is van shockschade door het gewelddadig overlijden van Marianne, dan kan ik dat als persoon alleen maar respecteren. Shockschade. Ik ga het niet nazoeken op Google, maar ik denk dat ik wel weet waar dat op staat. De Engelse term is volgens mij shell shock. Het is geconstateerd met mensen die in de Eerste Wereldoorlog ongelooflijk veel geweld hebben moeten doorleven. En hun brein, hun mind is dan helemaal kapot. Daar kan je filmpjes van zien. Shell shock. Die mensen
Die zijn gewoon kapot. Die zijn niet kapot gebombardeerd in een zin dat hun lichaam naar de klote is. Nee, hun geest is kapot. Te veel ellende. En dan zegt hij dat als persoon alleen maar... Dan kan hij dat als persoon alleen maar respecteren. Ja, als persoon. Hè? Niet als officier van justitie. Begrijpen jullie deze? Ja. Kijk nog eens even naar Jordan. Ik zal hem eventjes erbij pakken. Ja? Je kan het heel goed uitleggen. Zo schrijf je. Kijk, hier, dit is de website. Een beetje druk, maar er staat wel alles op. En wat je ook kan doen, dat is gewoon zijn naam. Zo dus, oh sorry. Zo. En dan vraag je hem video's. Ja. En dan moet je gewoon even gaan graven. Die man heeft heel veel te vertellen. En die kan je precies vertellen waar dit woord... Ik zal even inzoomen. Persoon op slaat. Want het heeft een betekenis namelijk. En wij zeggen, oh die persoon, maar we hebben het dan gewoon over mensen. Maar persoon is iets anders. De oude connotatie van het woord persoon of persona... Dat is masker. En dan weet je hoe die met jullie voeten speelt. In dit geval Henk J. Maus, of wie dat maar geschreven heeft. Maar you believe me, dat er heel wat meer mensen zijn die jullie voor de gek houden. En zij lachen jullie uit. Mij niet. Als ze dat wel doen, zijn ze dom. En als ze jullie uitlachen, zijn ze hopelijk ook dom. Maar dan moeten jullie wel begrijpen hoe je hier gepakt wordt. Want dit gaat niet om Marianne Vaatstra op zich. Zij is de aanleiding dat ik het hierover heb. Helaas is Marianne Vaatstra de aanleiding. Want zij hebben hun dochter of zusje verloren. Sorry. Zusje. Een jonge vrouw van 16. Zusje. Wij niet. Wie zijn wij? Het had het erover ik... Zij ervaren het gemis dus de familie ervaart het gemis van een vrolijke jonge meid die een grote leegte achterlaat. Het gemis dat een grote leegte achterlaat. En niet een vrolijke jonge meid die een grote leegte achterlaat. En dan wij niet. En weer die punt, komma, die hoort daar niet te staan. Daar ook niet. Zij ondervinden, de familie, wat voor enorm ingrijpende gevolgen de moord op slachtoffer heeft gehad op hun persoonlijk functioneren, welzijn en familierelaties. Wij niet.
Nee, Henk Maus die stuurt gewoon Jasper Steringa voor 18 jaar de bak in. En die gaat vanavond lekker barbecuen. Als officier van justitie moet ik wel een mening hebben. Kijk, daar gaat hij. Ja. Hier was het dus persoon. En nu... En hij gaat natuurlijk vertellen dat familie Vaastra, die krijgt geen ene rode rotcent. Natuurlijk niet. Als officier van justitie moet ik wel een mening hebben over het begrip shockschade, omdat dit is opgenomen in een vordering benadeelde partij. Er was dus een vordering benadeelde partij. Oké. Welke vordering eigenlijk? Een nummertje misschien? Datum? Wie heeft die vordering opgesteld? Wie heeft die vordering ingediend? Wie heeft die vordering ontvangen? En wie heeft die vordering genummerd? En waar is die vordering opgeslagen? En hier ontbreekt een komma. Shockschade is een civiel begrip dat in recente wetgeving rondom de rechten van slachtoffer juist expliciet niet is opgenomen. Kijk, daar komt die. Dus hier hebben we nog over uit te drukken in geld. Grote persoonlijk, enorm, alleen maar respecteren. En nu gaat hij gewoon zeggen, nee. Shockschade is in het civielrecht slechts vergoedbaar indien sprake is van een werkelijk ernstig, in rechten vaststelbaar geestelijk letsel die de naaste van het slachtoffer rechtstreeks is aangedaan. Ja. Henk Maus gaat zo dadelijk vertellen dat de geestelijke schade, want die is er gewoon geweest. Voor, en nou, we beperken ons tot de vader en de moeder. Laten we het hebben over de moeder. De schade die de moeder van slachtoffer heeft gehad, dat is geestelijke schade. Dat is geestelijk letsel. En dat is niet werkelijk ernstig. Dat gaat hij zo dadelijk zeggen. Dus als je nu voelt van, oh nee Perry, ik moet nu echt, oh waar is het tijltje? Dan pak je maar een tijltje en dan braak je maar door terwijl ik doorlees. Of je gaat even naar de play. Maar dan moet je even op de pauze-button drukken en dan over een kopje thee zetten. Misschien denk je wel van, nee, weet je wat? Voor vanavond vind ik het mooi genoeg geweest. Ik luister morgen wel verder. Vind ik ook goed. Als je maar beseft dat je pas op pagina 45 bent en we hebben er nog 6 te gaan. En luister het uit tot het einde. Bestendige rechtspraak van de HR. Nou, daar maken we dus gelijk op. Er is ook onbestendige rechtspraak van de HR. Maar Henk Maus die heeft zijn huiswerk gedaan. En die wist dat de Hoge Raad in dit geval, dat het bestendig is. Hè? Bestendige uitspraak van de Hoge Raad is dat zo'n vordering, zonne, en dat zeg je ook niet, het is geen roman, is dat een dergelijke vordering. En niet zonne. Hè? Hij zit hier papier te sparen, terwijl die elders ons om de oren mept met de meest ongelooflijke wauwelkoek. En dat mag wel pagina na pagina. Maar hier ziet meneer dat hij dus twee E's kan vervangen door een apostrof. En vanwege de CO2-belasting denk je van nou, anders wordt het dossier zo dik. Laat ik maar een apostrofje gebruiken. Niet ontvankelijk verklaard dient te worden, hier mist een komma, vanwege een onevenredige belasting van de strafrechtspraak. En dat is een HR 030707. Zou dit een datum zijn?
is dit 3 juli 1807, 1907, 2007, weet ik veel. Maar hier staat dan wel weer 2007 en er staat NJ, dat betekent nieuw journaal. Of, wat zou dat meer kunnen betekenen? Nou, najaar misschien? En dan nummer 413. Hè? Want dan wordt dus... Wat erom gaat is dat als we dus gaan... Ja, mensen die het slachtoffer zijn van een misdrijf... Als we die schadevergoedingen gaan uitkeren... Dan krijgen we een onevenredige belasting van de strafrechtspraak. Hè? Dat snappen we toch wel, toch? Niet? Daartegen, mijn schijf is bijna vol, is dat daartegenover staat een arrest van Hof Arnhem... waarin schokschade vanwege aantreffen van overleden kinderen voor een bedrag van 8000 euro wel is toegewezen en door de HR bevestigd. Ja, komen we verder natuurlijk niet meer terug, hè? Want het is gewoon daartegenover. Ter zitting is door de gemachtigde raadsman voor moeder Terpstra, zus Ineke, broers Freddy en Johan de vordering toegelicht. Ik wil niet dieper ingaan op hoe het verschil in beleving van het leed door nabestaanden beoordeeld moet worden en al dan niet gewaardeerd in geld. Yes? Nou, ik moet gaan stoppen, maar hier, dit is dus... We hebben het eerst gehad over moeder Maaike. Toen heette ze Maaike en nu heet ze moeder Terpstra. Zus Ineke, ik zou niet weten wie dit is. Is dat de zus van Henk Maus? En broers Freddy en Johan. Nou, ik heb dat werk van Maaike Vaatstra. Ze heette toen Vaatstra. Nu heet ze weer Terpstra. Maar het is moederslachtoffer. Dat werk heb ik gelezen. En inderdaad spreekt ze over een Freddy en een Johan. Maar die heb ik dan eventjes gemist of zo. En waarom zou ik moeten weten hoe die familie precies in elkaar zit? Waarom is Henk J. Maus hier niet gewoon duidelijk? En heeft vader van slachtoffer, Bouke Vaatstra, waarom heeft hij die vordering niet toegelicht? Was dat vanwege die ruzie? Als er al een ruzie was? En misschien was die ruzie wel veroorzaakt door het Openbaar Ministerie. Hè? Jullie snappen dat ik op pauze moet drukken. Ik hoop de rest in één uitzending af te kunnen doen.